In de tweede voetbalklasse heeft Antwerp gisteravond een pak slaag gekregen van KV Oostende. De Great Old verloor roemloos met 0-3 en zakt opnieuw wat weg in de stand. Oostende was duidelijk een klasse te sterk. De omstandigheden zaten nogthans mee. De spelers van Antwerp hadden er naar eigen zeggen een uitstekende trainingsweek op zitten. En met 2000 extra supporters van Opel Antwerpen zat de Bosuil nog eens lekker vol. Antwerp begint ook met volle overtuiging aan de match. Tisha is bewegelijk en eist veel ballen op. Zijn acties zijn aanvankelijk ook veelbelovend. Hier treft hij Delwarte. Bo vindt even later Pivaljevic. Die begint aan een ouderwetse ren en verschijnt moederziel alleen voor Delwarte. De Oostendse nummer 1 houdt zijn team recht. De grootste kans voor Antwerpen in de eerste helft is voor King Darko. Wie de kansen niet afmaakt, krijgt zelf het deksel op de neus. Het is een voetbalwijsheid die Antwerpen intussen zou moeten kennen. Toch laat het zich koud pakken in de rug van zijn verdediging. Julien Chandry mag scoren. Vlak voor rust komt de kustploeg op 0-1. De Great Old probeert zich in het begin van de tweede helft te herpakken. De eerste kans is opnieuw voor Pivaljevic. Antwerp speelt vaak de lange bal, maar vindt zonder Oris bijzonder moeilijk een aanspeelpunt. Oostende is veel rustiger in de opbouw en kan gaan counteren. Van der Bist heeft alle tijd van de wereld om Mokulu te lanceren. Ado andermaal in de rug gepakt en Van Trier is kansloos. Oostende met een dreun vlak voor en één vlak na de rust. 0-2 is het verdikt. En het kan nog erger voor Rood-Wit. Mokulu is een geesel voor de Antwerp-verdediging. Bal vast en aalvlug. Hij kan de ingelopen Laleman bedienen en het staat 0-3. Antwerp is helemaal nergens in de tweede helft en wordt overklast. Een pijnlijke vaststelling. Als je van achter moet beginnen en de verdediging vraagt de bal niet en je moet met lange bal werken en je mist Oris vandaag, dan mist je gewoon de gestalte van voor. En tegen die twee grote gasten, dan raak je gewoon geen bal. Als je het niet voetballend kunt oplossen tegen zo'n ploeg, dan kun je het vergeten. Antwerp leidt een 0-3 verlies en stelt zichzelf openlijk in vraag. I think we was overclassed. We had a 39 and they were a 44. And that was the verschil, hè. So the verschil was te groot. And I think that for the supporters, as like I said, ik vind dat heel spijtig. Ik denk dat we na vandaag toch zeker moeten constateren dat we misschien wel een gebrek aan kwaliteit missen. We kunnen niet blijven op vertrouwen en tegenslag steken en missen van spelers. Als je 0-3 thuis verliest van Oostende, die toch niet de topploeg is van de tweede klas, ja, dan moeten we al silicon gaan bedenken dat je een gebrek aan kwaliteit hebt.